Yo guys, van Dagelijks Games. Mijn naam is Tommy. Vandaag gaan we verder met de nieuwe aflevering van Friends Survival. We zijn hier en we gaan... Ik heb een hoerenskin. Kijk hoe mooi ik ben. Uit. Doe het serieus. Ik probeer mijn skin te laten zien en dan vermoord je me. Wacht. Nee. Oh, holy shit, I'm buggy! Mensen, kijk dit! Ik mis een kant van mijn hoofd. Oh, dan heb je skin customization aangezet of zo. Nee, ik mis dinges. Ik heb een Steve skin en daar mis ik. Oké, en we hebben geen zin om terug te lopen, dus maak hier een nether portal. Okay. En we hebben trouwens gold horse armor, diamond, saddle, iron, ender pearl. Ik weet niet, ender pearl of ik die heb gekregen. Diamond, nee, nog een saddle, 3 blaze rods en nog een chisel. En de pearls had je niet hier gekregen trouwens, want die hadden we gewoon van thuis bij die... En Jordi neemt altijd dingen mee. Normaal neem ik dat ook altijd mee. Je was een noob. Vroeger nam ik dat altijd mee en dan kon ik niet... Dude, je maakt hem 3 breed. Het is obsidian verspilling. Nee, dat is gewoon epicness. Oh, ik ga zo staan, want dan slijm me er sowieso niet uit. Dat dacht ik ook, kut, hij gaat me eruit slaan. Oh mijn god, en we komen niet bij ons huis aan. Nee, Acacia! Ik hou van dat! Ik wil dat hout. Laat Tommy maar even spelen met zijn bomen. Gimme acacia wood, gimme! Oh, nice! Oh yeah, ik heb acacia wood. Nice, nu wil ik die saplings. Saplings. Nee, je mag geen saplings. Ik wil saplings. Dan moet je hier blijven wonen, hè, want dat zijn de saplings. We believe we can fly. Oh, ik zie daar een paard. Hey, eigenlijk moeten we dan eens even een rails maken, zeg maar, door de Nether Fortress heen, zeg maar. En dan hierheen, zodat je gewoon hier vaker heen kan. Wat zijn de coördinaten eigenlijk? Geflauwd, hè. Min 3.206. Holy shit. Min 3.000. Ik heb een sapling. Na. Of had je ook al een sapling? Min 3... Oh, ik was even op iets aan het kijken op de... Op YouTube even snel of ik nog reacties had. Maar dat had ik niet. Kut, ik heb geen eten. Nee, ik heb wel eten bij me. Wil je wat eten? Oh wacht, ik heb een stack. Lol, laat maar. Nope. We can walk to the sky. Nee, ik zie ook paarden, maar... We kunnen die meenemen, want we Trouwens, we moeten nou niet die naar de portal kwijtraken. Want als we er nu nog eentje maken, wordt het een hele tering zo in de nether. Ik heb de koorts. Ja, oké. Okay. Tommy, hou je van zwevende bomen? Nee. Wen er maar aan. Dat nee, je hakt dat laatste blokje gewoon ook weg, hè? Heb ik al gedaan. Niet huilen. Ja, kom, we gaan op zoek in de desert. Naar wat? Nou, naar zo'n tempel. En naar een village. Naar avonturen. Ja, we gaan op avonturen. En er is ook wel eens een village in de savanne bij hem, hè? Dat zeg ik net. Dit is geen savanne, dit is... Gras, dat hier achter je. Of nou, dat is de... Dit is, ik zal even kijken. Ja, dit is een desert, hoor. Ja, maar de acacia bij hem is een savanne. En daar heb je ook wel eens een village, hoor. Ja? Ja. Daar heb ik dus een village gehad. Oh, wat doe ik nou allemaal? What the fuck? Weet ik veel. Je logt zo meteen uit. Dat was een Tommy actie. Oh, hier heb je trouwens ook gewoon weer normaal land, zo meteen. Oké, ik kan weer doen. Ik had even lag. Ik weet niet hoe dat bij jullie was, bij de mensen. Ik was ook even... Ik moet even, ja... Dat desert is niet groot, Tommy. Ik was nog wat anders aan het doen, maar dat... Ja, je kan niet echt 2 dingen tegelijk doen, je snapt. Nee. Oh, nou, de desert. Lol. Paddenstoelen gewoon op het desert. Nee, we moeten hier even op zoek gaan naar saplings en naar al dat soort chisel. Ik ben je kwijt, trouwens. Ja, ik ben weer in de acacia. Nice, ik heb 1 sapling. Ik heb er ook al eentje, trouwens. Ik heb er 3. Zie je mij? Zie je mij al? Nee. Ik ben op... Ik zal even kijken. Min 3000 ongeveer. En dan 2600 ongeveer. Daar ben ik nu in de buurt aan het lopen. Ik ben een beetje aan het kijken wat hier allemaal is. Of er dieren zijn, of er eten is en dat soort shizzle. Blijf dan stilstaan, want dan ben ik daar bijna.
Ja, ik ben nu weer verder gelopen. Ik ben nu bij min 2900. Ja, gast, kom even terug. Ik ben nu precies op 3000 en ook ongeveer bijna op 2600. Ja, hier zo, ik zie jou. Ah, daar. Ik zag jou. Mis. Nou, en ik schoot ook niet. Ik schoot ook niet om raak te schieten. Nee, maar vaak raak je me wel. Tering. Net zoals dat ik jou per ongeluk sloeg in de vorige aflevering. Oh, wacht even. Dat heb je echt altijd, hè. Oké, we moeten de netherportal niet kwijtraken, want als we dat zijn, dan are we screwed like a motherfucker. En mijn internet gaat ineens open. Yeah, right. GG. En ik moet eten. Ja? GG. Dat is kloten. Dat is kloten. Yep, dan moet je het in je uppie doen. Anders of, gaan we straks verder ofzo. Ja, ik wou zeggen of je moet de opname pauze zetten en dan zijn we straks verder. Dan maak je een kleine knip, maar dat maakt op zich niet uit. Dat kan ook, ja. Of je zegt gewoon, hé, ik heb geen zin in eten. Eten jullie maar zonder mij. Nee, want ik weet al wat ik ga eten, jongen. Ik ga Turks pizza eten, dat is fucking lekker. Maar dan ga ik eten, oké? Ja, ik zet hem zo op pauze. Ik ga nog heel even onderzoeken hier zo en dan zet ik hem zo op pauze, ja. Oké. Dag. Bye bye. Oké, zijn we ook weer van hem af. Bye bye Jordi, doei. Oh, dat klinkt zo lullig. Hey, nog meer acacia. Ik denk dat ik gewoon wat acacia ga hakken ondertussen dat Jordi aan het eten is. En dan zie ik jullie daarna wel weer en dan ga ik nog even wat dingen zoeken en dat soort shizzle. In ieder geval, ik weet waar het is, want het is... Ja, ik heb de coördinaten toch wel, dus ik, als ik gewoon rechtdoor blijf lopen, dan vind ik het vanzelf wel. En volgens mij is Jordi dichtbij uitgelogd. Dus ja, fuck hem. Ik zie jullie zo, als er nog iets belangrijks is, dan neem ik dat even op. Anders ga ik lekker wat hout hakken. Zo, bye mensen, tot zo. Fuck yeah. Ik heb gewoon village. Boom. GG. Nice. Carrots erbij. Ik heb een village. En ik ga hem looten. Oh yeah. Dus jullie weten dat ik een village heb. En ik zie jullie nu weer. Zoals Jordi de rest, denk ik. Of als ik nog iets tegenkom of zo. Jongens van de Harley Sims, we gaan weer verder. Jasper snapt dat niet, maar Jasper is hier weer. Yay! Want gisteren heb ik het opgenomen met Jordi. Toen moest Jordi eten, nu is Jordi er niet. En ik heb hier 2 horses. Ik heb er 1, Jasper heeft er 1. Hier krijg jij van mij een zadel en horse armor. En wat ik ook nog wou vertellen, ik weet niet of ik jullie dat al verteld had of zo, maar toen we naar Nether gingen had ik nog Infinity Boog van Jordi gekregen. En shizzle en dat soort kutdingetjes en bla bla bla. En ik ga mijn paard zitten, want ik wil een paard. Die van mij moet nog tam worden, die van jou is tam. Ik ging net kijken welke het meeste hartjes had. Vals spelen. Je hebt jezelf gewoon het meeste hartjes gegeven. Ja, tuurlijk. Als ik een ander paard zie, dan neem ik die. Ik zie daar donkies, hè, maar die laat ik daar staan. Nice. Waar? Ja, een stukje verder daar zo. Misschien zijn er betere paarden. Erop af! Nee, maar donkies die nemen we een andere keer mee. Dat zijn geen paarden, dude. Dat zijn ezels. Wacht, ik zal joh. Neem even het hout mee. Oké, maar we zijn dus hier beland. En ik ben er fucking blij mee. Ik heb een village gevonden en shizzle. Maar dat heb je nog niet gezien, want die opnames staan allemaal nog niet online. Ze staan nog op mijn computer. Oké, kom mee. Oké. Wacht even, ik moet even wat eten, want mijn paard is een beetje... Ik heb stack food voor jou. Ja, ik heb al 5 steak, 4 nu. Ik heb een stack, oké, we moeten hier even overheen. Oké, dan leiden we deze paarden naar huis. Maar ik weet niet waar het huis is. Nou, naar de netherportal. Vanaf de netherportal moet je mij even volgen. Okay. En let op met je paard, want als hij doodgaat zou dat doodzonde zijn. Oh, kijk uit, hier moet je even op het niet ondiepen, dus dat is hier zo. Paarden kunnen niet zwemmen. You know. Oké, kijk er doorheen. Oh, in de portal staan. Ja, je duwt me weg. Ik wacht wel even. Doe het dan mee. Wacht, eerst moet je paard duwen. Kijk, je paard duw je en dan ga je er zelf in. En dan hopen dat je paard goed spant, want ik weet niet waar die is gemaakt. Oké, ik kom ook in. Mijn paard is er ook. Mijn paard is dood. Echt? Wacht, kijk uit. Ga er niet in. Ga er niet in. Je paard gaat dood. Oh, ik heb geluk. Ik heb jouw paard gered. Die van mij viel aan deze kant van... Godverdomme, mijn paard is dood. Mijn zadel is weg. Deze is van jou. Niet. Tommy, wel.
Kijk maar, ga er eens op zitten. Oké, is die van jou? Ja. Jouw paard stoot. Waarom is maar deze poort zo breed? Ja, dat heeft Jordi gedaan. Hoe kan dat? Nou, dat kan. Tommy, je paard loopt weg. Oké, volg mij. Mijn paard! Oh yes, dit is mijn paard! Oké. Okay. Ik wil mijn paard terug. Hij is dood. We kunnen wel een nieuw paard, maar daarvoor, dan hebben we eerst we een zadel. We hebben zadel nodig. Ik wil een zadel. Kan ik niet achterop? Wil je achterop bij echt, mij? Ik wil een upgrade bij je achterop. Dat wil ik. Er moeten auto's komen. Want ik had... Ah, Terry! Oké, we moeten hier even heen. Waar is dat pad ook alweer? Ik had hier ergens... Oh ja, daar zou ik zien. Man. Mijn arm doet me golisch. Maar daar beneden is het pad. Ik weet de weg niet en ik voel me niet veilig. Oh, zou ik je duwen? Nee, niet mijn duwen. Wacht. Oké, okay, wacht. Ik moet heel even hier een pad maken. We moeten even een veilig pad naar beneden. Oh, no! Niet het vuur lopen, paardje! Wat voor nu sloeg ik hem! Hoeveel levens? Niet het vuur lopen! Oh! Oh, oh. Ja, ik ga sowieso dood. Oh, ik leef. Holy shit. Oh, hij mist heel veel helft. Oké, okay, kom hier zo naar beneden. Volg het pad van... Ik wil sowieso een nieuw paard, want jij hebt hem vermoord. Ik heb hem vermoord. Ik zelf mijn golis afgelopen. Kut paard. Kut, we moeten hier doorheen. We hebben en horse armor nodig en een zadel. Ik heb horse armor nog. Oh, wacht. Kan jij even op mijn paard zitten en hem hier doorheen leiden? Ik heb efficiëntie pickaxe, hè. Schniel. Wacht. Wacht, laat me eerst even dit uitmijnen. Je staat ervoor. Niet doodmaken. Wacht, eerst maak ik even een heel stuk gang voor jou, ja? Oeh, ik vertrouw deze man niet. Hoi. Niet hem slaan, dan gebeurt er niks. Een stuk hout voor meneer. Mag ik het achter me afsluiten? Nee. Maar dat, ik vertrouw het meer. Dan. Als je niet slaat, gebeurt er niks. En ik mijn zo even dit stuk. Ik mijn eerst even snel dit. Ah! Ik zeg toch, ik mijn eerst even dit. Mijn paard mag niet dood, hè? Ik moet zo hem even wiet voeren. Het paard gaat ook niet dood, ik ga dood. Ik mijn eerst even dit uit en daarna dat andere. Kijk uit, hier zit lava. Oeh. Ik wil even wel de weg wat veiliger maken, want ik vertrouw jou niet heel erg met mijn paard. Oh, ik heb nog maar 2,5 hartje. Jij? Ja, ik ben de hele tijd door dingen heen gelopen. Ik geef je zo even wat food. Ik geef mezelf wel even... Auw! Ik spring van mijn paard af en ik word gepijnd. Waar is mijn paard? Als hij nog levend is, hopelijk, hè? Heb je nog eten? Ja, 3 steak. Oké, zeg eens of het te goed, of het genoeg is of te weinig. Oké, wacht, mag ik mijn paard? Auw! Oké, kom mee. Oh, auw. Tering. Oké. Ja, die daar. Oh. Ik niet verkeerde kant. Ja, we gaan inderdaad de verkeerde kant. Kijk uit hier zo rechts. Gewoon dit houten pad volgen en uiteindelijk wordt het anders spul. Holy shit, dit is risky. Oké, okay, zal ik voorgaan? Nee. Als je me niet eraf duwt. Oh! Oh, pro! Dikke pro hier in huis. Jij gaat veel te snel voor Jasper, zeg maar. Serieus, zeg je je achternaam? Down. Ik ben een down, laat mij. Ach, boeien. Fuck ja. Oh, ik zie die beestjes. Oh, no, no! Nee, paardje, nee! Nee, die zit hier nou! Nee, nee! Het kind, je onze duwde paarden. Ik duwde niet, ik stond erbij. Kaat jou! Ik stond erbij en ik keek ernaar. Zag twee beren, broodjes smeren. Oh, nu zijn we allebei mijn zadels kwijt en allebei mijn hoor. Het is ook dom dat we zo dom zijn. Ah! Gast! Help! Waar zit hij? Ik wil geen jam potion. Oh wacht, laat hem dichterbij komen. Kut, ik word gebeld. Fuck. Fucky, dikkie. Ja, kut telefoon. Ik ben bezig, snap je dat? Beetje slimme opname met paarden door de nether. Wat doe je? Tommy! Ja, natuurlijk. Ik word gebeld. Ik neem op. Diegene hangt op. Oké. Tering de lek. Godverdomme! Oké, maak het even dicht boven mij. Jezus. Lalala, ze is mis met je telefoon. Lalala.
Je hoort hem echt schreeuwen. Hier zo. Rage. Hé, je hoort een geest. Ik vind het niet leuk. Het is zo eenzaam. What the actually fuck? Wat is er? Ik hang op. Diegene belt terug. Nou ja, ik hang niet zeg maar op, maar ik neem op zeg maar. Dan hangt hij automatisch op. Dus dan, ik kan niet terugbellen, want het is privénummer. Dan hang ik dus met de ene telefoon weer op, want dat geeft zo'n foutmelding ding. Wat gebeurt er? Belt ze de andere huistelefoon? Neem ik die op? Nee, ook niet. Belt ze weer de andere huistelefoon? Ja, belt diegene weer de andere huistelefoon? Fuck jullie. Echt irritant. Ik weet niet wat het is. Heeft ze opgenomen of niet? Nee, ik weet niet wat het is. Ik weet niet of een jongen. Oh ja, wij hebben daar ook last van. Hè? Af en toe dan word ik gebeld. Oh, nee, dan heb ik met iemand gebeld. Dan hang ik op. Daarna word ik gelijk teruggebeld. Privé-nummer. En ik weet niet wat het is. Dan doe ik zo gewoon knopje. En dan, hallo, is dat? Ik ben Jasper. En dan zegt ze niks en dan help. Het pad loopt dood. Ja, de helft, de rest weet ik naar huis. Dat is echt stom. Heb jij ook zo'n telefoon die opgeladen moet worden? Ja, maar die van mij staat automatisch op de oplader. Ja, die van mij ook. Kijk, ik weet... Oh, daar. Daar zit Birchwood of zo. Birchwood, auw. Ik heb echt lag. Ik niet. La-di-da. Misschien moet je dat fixen. Tommy? Ja? Volg je? Ja, tuurlijk. Nou, ik weet echt niet waar jullie heen zijn gegaan, hoor. Hij loopt onder de trap. Ik ga hem volgen. Sla hem af. Man. Nee, ik duw hem er wel af. Slaan is leuker. Nee, waarom? Nou, dan vermoorden ze je. Oh, ze vallen je niet meer aan in de nieuwe update. Mag ik in echt wel? Kijk, sla ze eens. Kijk, nee. Ze vallen je echt niet aan. Ik zweer het. Doei, Tommy. Doei. Ik ga hem net op het einde slaan. Hey, ik ben er. Waar zijn we? Ik ben in een wereld gespant. En er is heel veel hout. Hout, jij! We hebben hout. Fuck. Nether probleempjes. Echt niet. Kom mee. Maar ik wil hout hakken. We zijn bij huis. Echt? Heb je hier je netherport neergezet? Nee. Oh nee, jouw netherport is normaal. Bij normale. Kijk hier, je ziet dat hier gewoon gaten zijn gemaakt. Niet weer creepers! Kijk, hier zijn ik en Jordi ook al een paar keer creeper tegengekomen. Holy shit! Nog één! Help! Ik zit vast! Tommy! Kom mee. Hoeveel creepers? Ah, nog een creeper! Heb hem. Wat gebeurde daar dan? Kijk die koe hier levenloos staan van, hallo, ik ben een koe. Achievement, jij! Yeah, Jasper de pro! Boom. Heb jij nog diamonds of zo in je inventory van toen je ging minen? Nee, ik heb alleen 33 lepjes. Oh, dat is ook handig. Enchanting. Oh ja, dat is nieuw, hè. Je moet met lepjes enchanten. Mm-hmm. Kijk, hier is ons huis. Tada. Nice, en we hebben nu ook acacia wood. Eigenlijk hadden we dat obsidian mee moeten nemen van net, van die nether portal. Hadden we gratis obsidian. Nee, want daar komen we steeds uit. Dus dan creëert er zich automatisch een nieuw portal. Daar heb ik geen zin in. Oké, ik weet niet wat je allemaal hebt gezien, maar kom mee. Waar? Waar ben jij? Ik ben in de kamer. Oh. Hier, huis van Jury, huis van Jasper. Huis ter Friends 0, huis ter... Ja, waarom 0? Dat is een fout. La-di-da. Oké, we moeten even al ons spul hierin dumpen wat we hebben. Oh, waar moet de dirt? Nee, in de dirtkist. Waar, er staat een grasblokje. Oh, hier. Ah,
Nice. Jordi heeft twee wither skulls. Holy shit. Echt? Nice. Waar? In de kist, in de netherkist. Hij heeft ze erin gedaan. Ik wist niet eens dat we die... Nice. Niche. Lekker, Jordi. Ja, Jordi is voor de opname zei hij, ja, ik dump wel even mijn spullen in de kist. Heeft hij gedaan. GG. Wie wil een been of wat tropendops 5 zwaard? Je mag gewoon kijken of in de toolskist. Pak even wat tools die je handig lijken. Ik pak even ik pak gewoon een been of een tropendops iron sword, want ik heb nu een sword zonder. Ik heb maar 12 levels. Ik moet even level. Er staat steeds 0000. Ja, dat is een fout. Dan moeten we even alle signs weghalen en terugplaatsen. Wat is dit? De netherkamer. Hier kunnen we brewen. Wat is hier? Oh, hier is de farm. Kijk, nu kunnen we potions maken, hè? Mm-hmm. Night vision en al die shit. En ik kan heet worden. Oh my god. Ik word heet. Ik word gebakken in de pan. Oh, wacht, ik was al heet. Nee. Oké, wat voor potions zullen we maken? En regeneration en strength. En... Oh ja, we moeten melons gaan zoeken. Oh, er moet een unbreaking potion worden gemaakt. Als je drinkt, is het wat moeilijker om dood te gaan. Al lijkt het op resistance. Hier, pak dit Smitey V Diamond Sword. Oké. Wee! Doin. Ha! Zombie! Ik word gedood! Ben of een tropen op soort. Dat werkt alleen tegen spinnen. Weet ik. Pak dat Smite Diamond Sword. Waar ligt die? Je komt mee. De toolskist. La-di-da. Jerry heeft onze Silk Touch pickaxe. Dat is fucking irritant. Kijk hier zo. Diamond Sword. Oké, hier maken we even wat gear voor jou. Look at my sword, sword. Je repareert je gear met deze dingen. Met wat? Met die, met dit. Ik heb wat gear neergelegd. Waar is een anvil? Nee, hoeft niet in anvil. Kan gewoon in je inventory. Oh ja. Maar. Ja, repareer alles wat je kan repareren, bedoel ik, hè. Dus zo. Als je zeg maar twee broeken hebt, dan doe je die even bij elkaar. Ik heb maar één broek. Nou, maakt niet uit. Dan mag je uiteindelijk wel weer nieuw maken, maar... Heb je al een diamond pickaxe? Nee. Ik ga niet iedereen geven. Ik heb een ander idee. Ik zou niet iedereen geven. Stel, er zijn mensen die maar één aflevering meedoen om te minen of zo. Ja, maar jij doet heel vaak mee en Jordi en Jerry met. Dat zijn zeg maar de vaste groep waarmee ik dit opneem. Maar iedereen krijgt een eigen kist, hè? Oh, jee. Kan ik met... Oh, jeep, heb ik een dinges. Wat? Mijn durability is omhoog. Ik had een extra broek gevonden. En ook een extra helm. Kom mee. Kom even naar het huis van de friends. La di da di da da. Dat is toch boven? Ja. Nou, wat een mooie brug is daar gebouwd. Tamai? Ja? Staat als je op sneeuwballen op iemand gooit, werkt dat? Oh, mis. Ik dood ze wel. Ga even in je bed liggen. Wat is... Waarom hebben jullie het zo weird gemaakt? Ziet er cool uit, toch? Ja. Zo alsof het... Oh jee, ik zit met Jordi. Nou, wat fijn. Kunnen we even... Nee, hier komen alle friends. Kom eens. Hier, kom. Mag ik wat eten? Ik heb nog maar 2 hartjes. Kan je hier zo bij, in deze kist? Ja. Nee, wacht, dat is niet handig. Wacht, ik kan hem even weg. Jordi is al geslapen, dus het is zonde als ik hem weghaal. Hey, dat kunnen we hier beter misschien nu nog gaan maken. Dat we even een stuk voor de friends maken. Ik moet daar even iets plaatsen, maar wat? Heb jij wat opgepakt? Ik heb cobblestone. Dat is het enige wat ik heb. We moeten even wat replacen. Deze met cobblestone. Kijk, en dan doen we zo. Dit ziet er wel nice uit zo, toch? Het is een soort stronghold of zo. Ja, zoiets moet je het zien. Moet ik per se naast Jordi liggen? Kan ik niet hier slapen? Nee, want er komen hier nog meer bedden, hè, voor anderen die ook zijn. Ja, maar ik wil niet naast Jordi slapen. Dat is een beetje gay. Nou, man. Pech.
Nou, niet beginnen over wat je zelf bent. Want... Hmm. Wacht, waar kunnen we de kisten zetten voor degene die meedoen? I don't know. Maar waar slaapt Jerry? Die slaapt daarnaast mij, zeg maar. En jij hebt een eigen persoonlijke bed. Ja, Jerry slaapt daar. Ik weet ook niet waarom, maar... La-di-da. Oké, kom eens, Jasper. Oh, ik ben helemaal teruglopen. Ik kan niet rennen. Ik heb eten nodig. Ik kom eraan. Neem anders even wat wood mee. Het is dag. Hoe kan dat? Weet niet. Mag ik wat eten? Ik wil het gewoon weer nacht. Ik weet niet hoe het dag kon zijn, maar ik wou net even met Jasper slapen, zodat hij daar spant. Oké, volg mij. Ja, eindelijk weer vol. Kunnen we even wat dingen halen? Halen we even wat wood en dan maken we er sign op en shizzle, weet je wel. Mhm. Hier wat hout, hier wat los hout. Moet ik hout meenemen dus? Ik heb al hout. We hebben echt veel te veel hout. Mm-hmm. Te veel van sprutschwoed. Mm-hmm. Wie heeft die allemaal gehakken? Ik en Jordi. De hele aflevering lang of zo. Yep. Holy shit. Ik even wat stone stairs pakken. Mag ik strip mining doen? Nou, je mag de volgende aflevering gaan. Je mag je strip minen van mij. Yay. Zo, we zijn alweer 20 minuten bezig of zo. Wow. De tijd gaat zo snel. Oh ja, maar omdat het paarden ook een beetje mongolisch waren. Oh, bro. Jij vindt jezelf wel erg pro, hè? Auw! Oh, oh. Op het hekje! Vier hartjes! Gingen de vier hartjes af? Ja. Nee, vijf. En ik heb ook nog heel goed gear aan, hè? What the f... Jouw boog is overpowered. Ik kom eraan, joi! Nam. Yes! Ik ben gescheiden. Dat klonk een beetje raar. Kijk, hier doe je dan aan het einde je spullen in. Je belangrijke spullen. Doe persoonlijke spullen voor Jordi Poep. Kijk, en hier doe je dan aan het einde, doe je dan dus zeg maar je pickaxe in en dat soort shizzle, weet je wel. Echt dingen die handig zijn om te gebruiken, want Jerry heeft nu de Silk Touch pickaxe. Oké, ga jij in jouw bed liggen, dan ga ik even in mijn bed liggen, dan span ik daar weer. Ik lig lekker in bed. Gelukkig niet naast Jordi, want dan wordt het een klein beetje een feestje en dat willen we niet. Dan zit er als Jasper wakker wordt piemel in hem. En dat wil hij totaal niet. Wat? Want Jasper is homo, maar dat laat hij niet blijken. Dat vind ik niet leuk als je dat zegt, oké? Oké, lig jij in je bed? Dus nou maar naar Specsavers gaan. Ja, ik lig in mijn bed. You may not rest, there are monsters nearby. Dan moet je ze doden. Ik lig lekker in bed. In mijn eentje. Ik heb toch insta boogkill als ik full span. Creeper in 1 hit dood, zombie niet. Zombie 2 hits dood, spin 1 hit, creeper 1 hit, skeleton 2 hits. Oh ja, deze Specsavers bril is echt goed. Heb jij Specsavers bril? Nee, van mijn moeder. Echt mensen, alleen Jasper gaat tijdens een opname, gaat hij ineens Specsavers bril opdoen. Yes, ik lig in bed. Yes! Ik heb Jasper geteleporteerd aan het begin. Oké, het is bij mij dag. Bij jou? Bij mij? Bij mij is het ook dag. Oké, kom naar buiten. Ik zat niet te slapen, maar hey. Nee, bij mij is het nog nacht. Tuurlijk. Fuck. Tommy?
kut, ik heb geen één geraakt. Ik wou van ver afstand jou hitten. Tu-du-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Door het hekje heen. Oké, raak me nu. Woee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 
bent. Oh ja, wacht, daarvoor heb ik Blaze Gods. Ladida. Ik ga een torch in de Nether portal gooien. Dag torch. Ik torch is weg. Mijn troep daarin. Oké, okay, kom mee. We gaan even naar de stripmine vast aan. Eindigen we daarvoor. Dan gaan we naar de volgende aflevering verder. Torch is weg, hè. Ik heb een torch erin gegooid. Ladida, ik ben sneller. Ja, inderdaad. Nu wel, ja. Ah! Ik heb motherfucking 20 levels. Ik heb 20 levels, hè. Sukkel. Waarom had je geen full health? Omdat ik niet zo snel regen als jou. Mijn kooltje. Oh mijn god. Als ik jou was, zou ik mijn kleur... Zitten we eigenlijk nog... Ik ga even bij de mobspanner kijken. Nee, kom even naar mij toe. Je stuf ligt hier en ik hoef het niet. Nee. Ja, maar mijn levels wil ik ook terug. Ja, alles ligt er nog. Ah! Ik dacht ik ga even parcouren, maar ja. Ik heb geen zin in zo lang te lopen. Wacht, hoeveel hartjes damage doet dit? Auw. Had je al je hartjes? Ja, ik had al mijn hartjes. Oh mijn god! Holy shit! Ik dacht ik wil weten hoeveel hartjes mijn boog doet. Hoeveel hartjes damage, maar what the fuck? Gast, kom mijn levels terug. Ja, die heb je. Nee, ik heb er maar 7. Oké, hier beginnen we nieuw... Hij levels! Hier beginnen we een nieuwe stripmine en jij begint daar 2 naast. Oké, ga in je stripmine. Oké, hier eindigen we. Kap. Als je torches nodig hebt, je weet het, je doet 2 opzij. Tik links of rechts? En de ene waar ik niet in zit. Nou, dat lijkt me rechts, nee. Oké, nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zullen laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Willen jullie meer? Abonneer dan en tot de volgende keer. Later!